De volgende groep, nu mag ik het zeggen, ze zijn met drie. Wij vertrekken van dit poëtisch wereld naar jazz met iets heel anders, weer al. De volgende groep is Triopated, ze komen van West-Vlaanderen. Dames en heren, een enorm applaus voor Hendrik, Soet en Joram voor Triopated.
Hallo. Wij zijn Triopated. Met aan de bas Soet Kempeneer. Aan de drums Joran Bemelmans. En ik ben Hendrik Lazure en ik zit aan de piano. Wij spelen, in het boekje staat er dat wij jazz spelen. En wij zijn hier een beetje om te tonen dat jazz niet alleen oude muziek is, maar dat hedendaagse jazz gewoon muziek is waarin dat improvisatie een centraal element is. En wij houden ervan om dat in onze muziek te steken, omdat dan elke keer dat we samen muziek spelen, is het heel fris en heel nieuw, omdat het elke keer totaal anders is. Het eerste nummer dat we nu gespeeld hebben is Baaksem, een compositie die ik geschreven heb. Baaksem is de plaats waar wij drie elkaar hebben leren kennen, dus vandaar de titel. En nu gaan we verder met een nummer dat we samen hebben geschreven, maar dat in een nieuw jasje zit. En het is getiteld Akasuit.
dames en heren, Trio Pated. En nog een enorm applaus. Wel, welkom. Ik ben helemaal verbaasd eigenlijk, nu dat ik jullie heb gehoord. We hebben een beetje op voorhand een beetje gebabbeld enzovoort, maar ik ben echt verbaasd omdat jullie heel jong zijn, alle drie, maar jullie hebben een enorme maturiteit in jullie manier van samen te spelen. Hoe komt dat, als er een uitleg kan gezegd worden? Ja, ik denk, omdat we veel aandacht steken in improviseren, dan kun je wat je zelf voelt op het moment zelf in de muziek steken. En ik denk dat dat daar wat aan ligt. Dus jullie twee kenden al elkaar van vroeger, denk ik. Dus Joram en Soet. En Hendrik, je bent pas een jaar geleden in de groep binnengekomen. Ze waren nog niet echt een groep, maar ze kennen elkaar al van school. En dan hebben we elkaar ontmoet in Baaksem. En daar zijn ze beginnen samenspelen. En dat gaat zeker nog verder langer duren, hoop ik. Dat hoop ik ook. Wat doen jullie nu? Wat is jullie programma nu? Persoonlijk, qua studies, qua concerten? Wat zouden jullie verder willen doen? Ik ben nu afgestudeerd aan de kunstmanior in Brussel. En ik ben toegelaten in Rotterdam. Dus ik ga nu studeren in Rotterdam. En dan hoop ik dat we nog veel samen kunnen spelen, maar ik denk dat dat wel zeker geen probleem gaat zijn. Oh, jullie gaan beginnen met reizen, dat is niet zo moeilijk, hè? Ik studeer nu gewoon op het ASO, maar tegelijk studeer ik al op het Conservatorium van Brussel. Ja. Mijn arm is een beetje te kort. Ik zit nog altijd kunstmanier. En u bent nog zenuwachtig. Dus u bent degene die liever niet spreekt. Oké. Ik zal het onthouden. Wel, ik duim voor jullie drie. Laat ons hopen dat jullie toekomst nog veel beter zal zijn dan nu. En het is al goed begonnen. Dus we gaan in ieder geval al voor vanavond duimen. En we zien elkaar straks nog terug. Bedankt. Dames en heren, Trio Pated!